Gewoon echt een goede tik? Geef gewoon een goede tik. Okay. Ja, lekker. Hebben jullie wel een pomp bij je? Nee. Oh, dat is heel goed. Mijn binnenband is gewoon al goed. Dus... Oh, die binnenband. Nee, maar toevallig hebben wij gratis van de fietsmaker een trapper gekregen. Dus die kunnen we er zo opzetten. Ja, nee, ja, dat is wel top. Oh, en het koplampje gaan we ook vervangen. Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Ik ben Pauline. Afgelopen weekend hebben wij iets tragisch te horen gekregen. Hoekstra is namelijk afgebrand. Wij willen hem natuurlijk echt heel erg graag een handje helpen. En daarom heb ik de meest awkward jongens van Podcast gevraagd, Derek en Mika, om ons daarbij te helpen. Dus Derek, Mika, wat gaan jullie doen? We gaan fietsen van mensen die op onze story gereageerd hebben. Gaan we proberen te repareren. Maar dat wordt nog wel een dingetje, want we moeten eerst naar fietsenmakers toe om te vragen of ze spullen willen doneren, want wij hebben geen geld. Aha. Dus nou, veel kijkplezier. Hoi hoi. Doei. Hi, ik sta hier met Jack. En Jack, jij bent / was de eigenaar van dit pand. Ten eerste willen we natuurlijk echt super zeggen. Wij van Podcast, het jongerenkanaal, willen natuurlijk echt onze medelijden tonen. Want we vinden het verschrikkelijk wat hier is gebeurd. Hardwerkende ondernemer, vooral in zo'n coronaperiode, moet je niet over je heen laten krijgen. Nee. Hoe gaat het met jou en met je werknemers? Ja, met ons gaat het allemaal wel goed. We zijn positief, we gaan door. Niemand is gewond geraakt ook? Niemand is gewond, weet je, dat is super belangrijk. Het is niet bij iemand thuis, mijn kinderen zijn niks aan de hand. Dus ja, wat hier is, spullen, een hoop emotie. Maar dat hebben we gewoon zondagochtend, maandagochtend van ons afgeworpen. En gelijk alles opgepakt om weer zo snel mogelijk door te gaan. Oké, we staan nu bij Profiel Paul en we hebben een vraag aan je. Oké, stel maar. Nou, we staan niet bij Profiel Paul, maar een medewerker. Wij zijn bezig om geld op te halen voor Hoekstra, omdat hij is afgefikt. En wij gaan nu geld proberen op te halen door fietsen van mensen op te knappen. Maar kunnen jullie wat spullen doneren? Dat denk ik wel. We hebben lampjes nodig. We hebben een fietsbel waarschijnlijk. Wat WD-40. Een zadeltje. Misschien een zadeltje. Een stuurtje. Een achterrekje. Je gaat gewoon een hele fiets bij elkaar. Ja, alles wat je kan missen hebben we nodig. Oké, ik kom wel even op zoek van, denk ik. Super. Mooi. Ja, heb je wat gevonden? Ik heb wat gevonden. Ja, een zadeltje. Een beetje verlichting wat je zocht. Een belletje zit erbij. Snelbinders, maar sowieso heeft mijn baas al iets geregeld met Jack Hoekstra zelf. Dit kan je meenemen, man. Nou, superman, dankjewel, daar zijn we heel blij mee. Ja, toch, alles goed. Ja. Oh, mooie fietsen mee repareren. Wij gaan lekker fietsjes repareren. Deze jongeman heeft een lekker band, heb ik gehoord. Ja. En die gaan wij mooi fixen voor hem. Hey, trouwens, ik zie hier dat we op een bijzondere locatie staan. We staan hier bij je thuis. Waar zijn wij? We zijn bij de marine. Oh, wat leuk. Het lijkt me hier heel gezellig. Zijn er nog vacatures open? Nou, hey. Ben jij 15 jaar of ouder en heb jij niks te doen nu even met je leven? En heb jij, denk je zo van, nou, ik wil wel werken. Slide in de DM, @Marina Rijnsburg. Kijk. En hoe ziet dan de toekomst er voor jullie uit? Als je zegt, we gaan ermee door, wil je dan hier weer op gaan bouwen? Kies je voor een nieuwe locatie? Ja, we zijn nu, we zijn pas 2 dagen verder. Voor mijn gevoel ben ik al 2 weken bezig. Ja. Met alles regelen. Er speelt heel veel, want de gemeente was op deze plek bezig met herindelen. Daar zijn we nu over in gesprek met de gemeente. Ik wil sowieso een tijdelijke locatie. We hebben echt superveel aangeboden gekregen. Echt super lief van heel veel mensen. We hebben echt een hele mooie plek gevonden waar we graag heen willen met z'n allen. Voor tijdelijk. Mm-hmm. Maar dat is even van de gemeente of we daar toestemming voor krijgen. Want krijgt, het is natuurlijk geen pand waar je normaal fietsen mag maken. Nee, precies. Dus dan moet je de goede vergunning hebben, ja, inderdaad. Precies. En daarna wil ik het liefst gewoon hier wat nieuws neer gaan zetten. Het liefst binnen een jaar, wat we een beetje hopen. Mika, mondkapje. Dit wist ik. Nou, we staan hier bij Nico's fietsen. En de aardige meneer heeft voor ons spulletjes gepakt als donatie, zodat wij fietsen kunnen repareren. En waarom heeft u gekozen om wel spullen aan ons te doneren voor Hoekstra? Ja, het is gewoon vreselijk natuurlijk wat ze overkomen zijn. De winkel afbrandt net voor het seizoen. Daar zit helemaal niemand op te wachten natuurlijk. Nee, daarom vind ik het ook heel cool dat u ons deze spullen doneert. En wij gaan er wat moois van maken. Ja, hartstikke mooi. Weet je, ja, alles wat we kunnen bijdragen op te halen voor ze, dat is mooi meegenomen natuurlijk. Oké, super, dankjewel. We gaan aan de slag. Ja. Super, we gaan ervoor. Dit is het exemplaartje, zie ik. Ja. Nou, we gaan aan de slag. Nou, ik voel het al, dat bandje. Die moet eraf. Die moet eraf. Dus, met voorbandje gaan we. Vijf uur moet ik wel naar huis, hè jongens. We gaan het proberen. Oké, ik ga beginnen met de band demonteren. Nou, je hebt toch wel iets nodig om de band mee te demonteren. Even kijken hoor. Het beste wat we hiervoor kunnen gebruiken is natuurlijk de hamer. Er zit natuurlijk gewoon een clipje aan. Hij zit niet los. Hij zit wel los. Hij zit niet los. Harder trekken. Kijk, Derek.
Dit wordt een knipje. Je taak wordt overgenomen. Dit is echt jammer. Ik heb de band eindelijk losgekregen. Het was hartstikke makkelijk. Hoe gaan we dit doen, Derek? Ik heb echt geen idee. Okay. Hey, zonder krassen, graag. Dat kan ik niet beloven. Misschien moet je eerst even de lucht eruit laten lopen. Draaien, ja. Wat een stumpers. Ben ik even blij dat Wieger met de auto is? Holy shit. Nee, je moet je veren. Maar je mot zo echt niet. Kansloos. Het gaat echt niet goed komen. En ook naast je tweede werk, de brandweerkazerne, wat het misschien nog extra zuur maakt. Ben je zelf ook in het blusproces betrokken geweest of mocht je niet meeblussen? Nee, dat is dus in principe een beetje ongeschreven regel dat niet mag, zeg maar. Ja. Want je bent zelf mee zo geëmotioneerd, dan ga je misschien domme fouten maken. Ja. Dus ik heb de hele tijd op het skatebaantje een beetje toe staan kijken. Hoewel echt... Al mijn collega's van Brandweer Valkenburg, normaal ga je met 6 man weg. Ja. En nu waren er 20 man zo bezig. Dan. Super gaaf om te zien. Ja. Maar ook alle voor een kameraad werk je natuurlijk gewoon even harder. Ja. Ze kwamen uit Rijnsburg, die gasten die hier zitten uit Rijnsburg bijvoorbeeld. Ja. Iedereen kwam er gewoon op af en ging meehelpen. Echt super gaaf. Wel gekeken naar de maat. Gekeken naar de maat van de band. Ja, daar komen we zo wel achter. Gekeken. Want het is geen vierkant, het kan niet 7. Ja. Het is een diameter. Het is volgens mij gewoon... Het diameter 2 getallen zijn. Volgens mij is het gewoon even groot. Probeer maar gewoon. Dit is wel ideaal eigenlijk. Ik krijg gewoon een nieuwe fiets, soort van. En ik word gewoon betaald. En wat moet er aan jouw mooie tweewielen gebeuren? De banden moeten opgepompt worden. Nou weet je, dat kunnen wij natuurlijk. Dus zit de sleutel erin? Tuurlijk. Nou, we gaan even het bandje oppompen. Hoeveel bar moet erin? Wacht, hier staat informatie. Voor de achterband? Voor de achterband 2.4. Dan hebben we hier dat tuutje. Ik weet exact hoe dit werkt. Hier heb je dat tuutje. Ja. Die draaien we los. Uh-huh. En dan zet je dat ding erop en dan moet je drukken. En dan gaat de band niet ontploffen? Nee, hij staat automatisch af. Je klinkt als een professional. Hoe werkt dit? Ja, hij is nu klaar. Is hij klaar? Oké. Is hij al goed dan? Ik heb echt geen idee. Hoe gaat het ermee? Ja, gaat heerlijk. We zijn lekker bezig. Wat ziek idee. Blazen die op. Kijk, dat was hem al. Nah. Nu de vraag, ben je tevreden? Onwijs tevreden ben ik. Bestuur een tikkie is goed. Omdat je natuurlijk ook bij de brandweer werkt, denk je dan ook in je pand van extra brandveiligheid? Hebben jullie extra brandveiligheidsprocedures? Nou ja, nee, ik heb gewoon alle normen die ik moest hebben, heb ik. Ja. En je kan heel veel meer dingen doen, maar dat is gewoon super duur. Ja. Sprinklers, dingen, dat heb ik niet. En je verwacht dit natuurlijk nooit. Nee, je denkt er wel eens aan, maar je hoopt het niet. Nee. Het is gewoon een stukje pech. Deze gast doet het. Wat is dit? Doe een fout! Dat tussenstukje gaat er afvallen als je een tussenstukje steekt. Nee, helemaal niet. Kijk, dames en heren, dus zo maken we een band los. Nee, dit moet ik afmaken. Kijk, we hebben nu na een tijdje heb ik de band los gekregen, want Mika lukte het niet. Oh, oké. Het lijkt gewoon bijna alsof je weet waar hij mee bezig is. Kijk, ik heb de binnenband eruit. We hebben een nieuwe binnenband nodig. Wat vind je nou van dat Hoekstra af is gebrand? Ja, hou vast. Vurig. Ja, heftig. Kim hem! We hebben hem! Ik reed naar huis over de N206, zo één grote vuurbal. Best wel gaan nu vertellen wat we met die binnenband gaan doen. Nou, ik dacht dat jij dat wel kan. Dan gaan we in de nieuwe band stoppen. In de nieuwe band. Even opblazen. Nou, kijk eens open draaien. Mika, pak de nieuwe band. Een nieuwe. Waarom kunnen we niks? Ik sta hier met Annemiek. En u heeft een GoFundMe voor Jack Hoekstra opgericht. Waarom heeft u dat precies gedaan? Nou, wij hebben zelf ook een eigen onderneming. En in deze periode van corona is het allemaal zo moeilijk. En als je dan ook nog eens ziet dat je bedrijf waar je jarenlang voor hebt gewerkt, dat ook afgebrand wordt. Ja, dan leven wij wel erg met de mensen mee. En kent u meneer Hoekstra dan ook zelf persoonlijk? Of? Ja, zeker als klein meisje ging ik met mijn ouders ook altijd naar de winkel. En nu heb ik zelf ook kinderen en kom er nog steeds. Dus, om even een nieuwe fiets te zoeken. Ja, wordt altijd goed geholpen. Door hopen dat het zo snel mogelijk natuurlijk weer kan. Sta je naast mijn vriendin Romy. Hey Romy. Hallo. Ben jij ook bekend met deze fiets? Ja. Maar is het goed als wij hem opknappen? Want hij kan wel echt een beurtje gebruiken. Ja, van mij mag het. De trapper. De trapper? Dit is niet best. Nee, maar toevallig hebben wij gratis van de fietsmaker de trapper gekregen. Dus die kunnen we er zo opzetten. Ja, dat is wel top. Oh, en het koplampje gaan we ook vervangen. Marnix! Geef me gereedschapkoffer! Een gereedschapkoffer! Ja, precies, hè, Mattie! Mika, yes. Jij moet voor mij een koplamp pakken. En een trapper dan? Een trapper en een handvat. Ik denk dat het tijd is voor de hamer. Gewoon echt een goede tik? Geef gewoon een goede tik! Okay. Ja, lekker!
Volgens mij werkt het niet. Nee, dit werkt niet, Stop, je verdeukt dat hele ding, Mika. Een waterpomptank. Kijk eens wat daarin zit, dat is een waterpomptank. Dat is een waterpomptank. Oh ja, dat wist ik. Ja, dan moeten jullie niet gaan roken, hè. Oh, oké. Okay. Mag ik de universele steeksleutel? Nee. Oh. Zo, Mika, jezus. Dat is echt gooi, joh. Nee. Als dit geen miljoen views houdt, dan views weet ik het ook niet meer. Oké, Mika, hou vast. Wat volgens mij is het te groot. Maar maakt niet uit, het past wel, joh. Kom wel goed. Ja joh, hebben jullie wel een pomp bij je? Nee. Oh, dat is heel goed. Mijn binnenband is gewoon nog goed. Dus... Oh, die binnenband kunnen we wel. Ja, ik denk, zeg het maar even. Hou de velg vast. Man, ik ga mee. Zo kansloos zooitje dit, jongen. Holy shit. Eerst de band eromheen, dan doe je de binnenband erin, dan doe je de buitenband erop. Dan doe je hem zeg maar weer er helemaal zo in vast. Zo, deze, zo. Al die binnenband eruit. Maar die binnenband moet er toch eerst in? Nee. Goh, jullie kunnen beter Fortnite gaan spelen, jongen. Vanavond potje? Ja, dat is goed. Je hebt wel een gratis nieuwe band, hè? Goh, wat leuk. Pak de binnenband. Waar is de binnenband? Hier is de binnenband. Wij gaan... Nou, ik heb nu deze band gemaakt. zoals je ziet. Oh, okay. Zit je mij nou te filmen? En waarom doe je dat? Hoezo is dat grappig? Nee, even serieus, het is gewoon privacy schending. Ja, en dit dan? Ja. Openbare weg. Weet je waarom we dit trouwens doen, of niet? Ja. Waarom? Er zo'n fietsenmaker of zo is afgebrand. Ja, weet je welke? Ja, bij dat skatebaantje of zo daarnaast. Ja, weet je hoe die heet? Nee. Weet je ook dat je hier eigenlijk geld voor moet betalen wat we nu aan het doen zijn? Ja, we hebben geld. Heb je geld? Ja. Je kan me ook betalen in peuken. Nee. Gelukkig zijn er ook wat positieve dingen waar we naar uit kunnen kijken. Zo is er een GoFundMe opgestart. Ben je daar al... Wat vind je ervan eigenlijk? Ja, het is natuurlijk super lief. Ik vond het in het begin best wel moeilijk. Ik denk, ja, ik wil ook geen meelij of zo, weet je wel. Maar ook omdat hij is natuurlijk in eerste instantie alleen voor ons opgericht. Maar we hebben ook gewoon twee buren die ook superveel schade hebben. Mm-hmm. Van een brand die bij ons begonnen is. Daar voel je ook een beetje verantwoordelijkheid voor. Schuldig, ja. Dat is niet zo, maar ja, toch voel je dat een beetje. Daarvoor hebben we ook wel gezegd, we gaan daar wel met z'n drieën over praten. Dus iedereen die gedoneerd heeft, super lief. We gaan het wel met z'n drieën erover praten wat we erbij gaan doen. We hebben echt geen idee. Ja, een goede buur is belangrijker dan een verre vriend. Ja. En de achterburen, autobedrijf Vierbergen, die hebben eigenlijk echt, weten we nu pas, superveel schade. Oh ja. En misschien nog wel, het klinkt gek, maar misschien nog wel meer als ons. Soms kan je pan beter helemaal weg zijn. Ja, dan dat dan je... voor de helft, zeg ja, maar. Ja, precies. Jullie zitten nu ongeveer op 14.000 euro en weten ongeveer wat de bestemming gaat zijn voor het geld, of? Nou, we hebben besloten dat het met Jan van den Berg en Wick Vierbergen dat het verdeeld wordt. Ja, de omliggende burgerbedrijven dan. Ja. En de achterburen, autobedrijf Vierbergen, die hebben eigenlijk echt, weten we nu pas, superveel schade. Oh ja. En misschien nog wel, het klinkt gek, maar misschien nog wel meer als ons. Soms kan je pan beter helemaal weg zijn. Ja, dan als dat dan je... voor de helft, zeg ja, maar. Ja, precies. Dus dat is in de loop der dagen wel ter sprake gekomen. Dat het echt voor hun, ja, het is voor iedereen. Ja, zuur, natuurlijk maar... is het een extra soort van zakcentje wat je voor dat soort dingen heel erg goed zou kunnen begrijpen. Daar gaan we gewoon een leuke verdeling. Ja, misschien, we weten het nog niet. Nou, wij als podcast hebben voor jullie natuurlijk ook ons best gedaan. We hebben 150 euro hebben we opgebracht. Dat gaan we storten op de GoFundMe en dan... Dankjewel. Kunnen jullie zelf bedenken wat het is. En ik wens jullie natuurlijk, wij wensen je heel erg veel sterkte en succes de komende tijd. Dankjewel. En hoop op een mooie toekomst. Mag ik alvast de bijdrage of niet? Ja, wil je even de bijdrage komen brengen? Super, dankjewel. Ik denk dat die Hoekstra hier heel blij mee gaat zijn. Ik heb hem. Heb je hem? Hij is los. Nou, dan gaan we die andere erop zetten, Mika. Ik weet niet hoe dit werkt. Welke kant moet ik opdraaien? Legt hij Lucy, Ridey, Tiny. Waar rook jij, ja of nee? Maar ik ben 11 jaar en een rook. Nee, Mika, je moet handvaten pakken. Ik heb hier een fucking Stanley met. We gaan hem gewoon doorzagen. Nee, echt. Oh, goed. Goed. Hij weet niet waar hij het over heeft. Wat vind je ervan? Ik vind hem heel mooi. We hebben, even voor de duidelijkheid, we hebben de handvaten hebben we vervangen. Ja. We hebben het koplampje vervangen. En er zit een nieuwe trap erop. Ja. Ja. Ja, perfect. Hij fietst weer als nieuw. We hebben hier. De enige echte. Hij is zo ver weg. Daar is hij hoor. Morris. Vriend van de show. Morris. Ik heb heel veel dingen nodig. Heel veel. Zoals? Zadel. Deze bel is kut. Ik heb geen lampen. Die best. Je hebt ook nog vernomen dat jullie een borrekje voor mij hebben straks. Ja, zeker. Die wil ik ook op mijn fiets. Ik vind deze gewoon mooi. Ja, vind je die mooier? Oké, nou ik heb mijn fiets nu, hoe lang? 3 jaar. Alleen ik heb een tweedehands gekocht van mijn nicht, Milou.
Dan... Mika, je zit echt te kloten met één hand. Ik hou hem gewoon goed tegen. Oké. Dit zou jij niet snappen, want jij bent geen professional. Ik ben 14 en ik ben geen professional en ik zit niet al een tijdje in dit vak. Het is echt dramatisch. Het is echt een ellende dit. Nu ziet het er goed uit, jongens. Goed zo. Oh. Waar is jullie mooie podcast? Die is bij Thierry ligt die thuis. Ja. Bij Thierry Baudet. Nou, hadden jullie niet even mee kunnen wachten. Nice. Ik ben overheugd op de podcast. Nou. Mika, we gaan een fietspomp fixen. Aha. Ga jij maar vragen. Oh, heb jij misschien een fietspomp voor ons? Nee, serieus niet. Ja, dan moet je werk nemen zo naar huis lopen. Nee, dat ding gaat zichzelf er niet op schroeven. kom maar. Komt-ie. Niks meer aan het doen. Ik vind hem prachtig. Kijk uit, straks sloop je hem. Kijk, we hebben de band erop gezet. We gaan nu het belletje demonteren. Ja. Het spijt me. Maar lul. Nou, ik zeg niks meer aan doen. Nou, meneer. Wat vindt u van die fiets geworden? Ja, echt on fire gewoon. Holy. Ja? Ja, ik vind ja, ja, ja. Het, ik word er bijna emotioneel van, zo mooi vind ik het. We hebben of Tringelingeling. En we hebben hier de... De pinger, ik vind de pinger mooi. Nee, Derek, ik wil die niet. Wil je die niet? Nee, fuck you. Ik ben in één keer een link. Ik ben in één keer van gedachten veranderd. Ja, ik ben van gedachten veranderd. Kijk, top. Dankjewel, jongens. Ja. Ik vind het wel goed zo, Derek. Die moet ook nog gerepareerd worden. Gerepareerd worden. Ja. Kijk eens aan. Kijk. Goed zo, jongens. Hij zit gewoon vast. Kijk dan. Geen duct tape meer nodig. Hij is gewoon gloednieuw. Hij is gloednieuw. Nou ja, mooi. Dit wordt zo'n tyfusklus. Oh, hij is echt zo. Het is echt verschrikkelijk. Oké. Laat de kappers weer open gaan. Ja, ik zie niks. Die gaat hier zo op. Lekker bezig, gasten. Lukt het een beetje, Mieden? Gaat best, ja hoor. Het gaat wel lekker. Mooi zo. Zit die vast? Ja, ze vast. Hartelijk. Zijn jullie nu klaar? Kijk eens aan. Mooi. Moet ik weer een testrondje doen of niet? Als jij een testrondje wil doen, dan doe je lekker een test. Derek, hou de microfoon vast. Ik bedoel, een jongen die ik niet ken. Andere kant. Weet je wie ook schattig is? Nee. Doe! Nou, we hebben de fiets af. Morris. Prachtding. Wat vind je ervan? Ja, ik ben heel blij. Ja. Ik kan nu mensen voorop nemen. Ik kan bellen. En ik kan s'avonds over straat. Dit is helemaal top. Nou, weet je, jij wil er toch op gaan zitten. Ik ga fietsen. Jij gaat voorop. We gaan het even uittesten. Als dit ding nu breekt, zou dat heel grappig zijn. Zitten! Hoi! Het werkt nog ook, joh! What the fuck! Bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat we Hoekstra hiermee een beetje hebben geholpen. We gaan het bedrag dat we hebben opgehaald doneren op de crowdfunding die nog loopt. Linkje in de bio. Vergeet zelf ook niet even te doneren. En ja, dat was het einde. Like, zeg maar altijd. Subscribe. En abonneer, reageer. Doei!